het superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjerkus en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi bloemstuk maken. Namelijk een bloementaartje. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. 50% van mijn kijkers is niet geabonneerd. Het kost echt helemaal niks. Maar dan zie je de leuke video's die weer online komen. Dus druk eventjes op die abonneerknop. Dan mis je ook helemaal niks. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Daarnaast komen er losse frames en allerlei leuke materialen ook online. Elke keer deel ik dat ook hier op YouTube, dus mochten we een keer een hele grote vracht met allemaal leuke woonaccessoires, ondergronden en dat soort dingen online komen, dan zal ik daar ook een video over maken. Goed, we gaan nu gauw beginnen, anders blijf ik kletsen. Ik heb hier een mooie schaal, maar we gaan eerst gewoon aan de slag met het taartje. Je kan hem namelijk op heel veel ondergronden plaatsen, dus dat is natuurlijk heel erg leuk. We werken eerst de buitenzijde weg en dan gaan we verder aan de binnenkant. Ik vind het zelf altijd mooi om dat met aspidistra blad te doen. Je steekt aan de zijkant erin en je vouwt hem eromheen. En dan zet je het vast met een krammetje. Dan plaats je het volgende blad, omdat je niet helemaal mee zit, net weer onder. En ook die zet je vast met een krammetje. En dan rol je door totdat het aspirista blad op is. En dan vouw je het blad wat aan de binnenkant over is, vouw je ook weer naar binnen en zet je ook weer vast met een krammetje. Dan ziet dat er zo uit en dat doe ik ook aan de andere kant, want dan zit alles mooi strak in. Dan steek ik aan de buitenzijde eerst een bundel met berengras. En die zet ik weer vast met krammetjes eromheen, zodat we die vorm van het taartje versterken. Dan zet ik het elke keer vast met een krammetje. En dit herhaal ik steeds. Als het nodig is, moet je even een gaatje maken in het aspirista blad als het iets te ver naar binnen is gevouwen. Dan kan je daar gewoon weer doorheen steken. Zo uit. Het mag gerust iets omhoog staan. Dan gaan we het vullen met mooie materialen. We steken alle bloemen er mooi kort in, omdat je nu al diepte hebt gecreëerd door het berengras. En we verdelen dat eigenlijk in het stuk. Speel daarbij zelf mooi met de materialen, zodat je het mooi gelijkmatig verdeelt. En ook daarnaast kan je mooi werken met bijvoorbeeld mos. En is je aspirista te ver naar binnen, dan kan je dus gewoon eventjes een gaatje in prikken. Snij alle materialen even goed schuin aan. Thank you.
zoals je ziet is het mooie taartje klaar. Je maakt hem dus heel apart door het berengras en met die kleuren erin zie je heel goed die diepte. Je kan hem op verschillende schalen neerzetten. Ik heb ook verschillende schalen in onze webshop. Ik laat er eventjes dus twee zien. Deze is heel erg mooi hierbij, omdat je dan ook weer die vorm van die diepte er eigenlijk in hebt, omdat hij wat dieper is. Dus dat geeft een heel mooi effect. Maar deze is ook wel echt heel erg tof hierbij en geeft een wat stoerder en luxe effect. Die staat ook los in onze webshop. En je zou er eventueel nog wat kraaltjes of wat schors of wat bolmos omheen kunnen doen. En dan heb je hem ook echt super tof. Dus ja, een heel mooi bloementaartje als je mij vraagt. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of de losse materialen kan je ook vinden via www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus water dat je moet, komt gewoon naar je toe. En dan hoop ik dat je weer een leuke video vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat jouw favoriete schaal is. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Vind je hem nou hier mooier in? Of vind je hem nou op deze schaal het mooiste? Laat het even weten. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van een video deelt op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Dan kan je me ook volgen, want dan neem ik jullie ook wel wat meer mee in het dagelijkse van ja, alles wat ik doe rondom het bloemschikken, de DIY pakketten en alles wat erbij komt kijken. Dus dan kan je me volgen en ja, dan zien we mij de volgende keer weer. Doei!